Welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag vrijdag en ik ben nu alleen thuis met Nigeli, de dikke baby Peli. Ik weet alleen niet waar ze zit. Oh, daar. Hallo, meisje. Even kijken. Ik ga... Zo, ik begin wel heel enthousiast deze vlogger. Wauw. Ik ben bezig met... Ik ga het even laten zien. Deze triptops, nou, ik ben er nog niet mee bezig. Ik ga daar nu mee starten. Dit is wat ik allemaal heb gekregen van Stokken. Ik heb een triptrap, een newborn set, een baby set, een baby cushion Nordic. Nou ja, dat is ergens een kussen voor. Ik denk voor de newborn set. Ik heb de tuigjes voor de baby's en ik heb een newborn koffer. Dus ik ga dat even met jullie samen in elkaar zetten. Wish me luck. Gezet. Ik moet alleen nog deze dingetjes hier achter schuiven. En dan, ja, dat schuiven we er zo in. Dat is dan anti-slip. Zo. En dan moet ik het aan de andere kant ook nog even doen. Maar dan blijft hij goed stevig staan. En hier kan ik dan wat leuks aan hangen. Oh, ik moet even laten zien hoe zo. Maar er wat leuks aan. Maar dit ziet er wel goed uit. Ik heb deze kleur gekozen. De, wat is het? Hazy Gray. Dat vond ik gewoon mooi passen bij mijn interieur. Dus ja, happy me. En happy Nigeli. Denk ik. Toch doet, Snoes? Nee. Wij gaan naar mijn oma en Nigeli haar outfit voor de day. Dit is een rompetje, die heb ik gekregen voor Janai. Dus die heb ik al 4 jaar. Het is echt zo'n schattig rompetje. Leuk ook, chocomoot. Nou, helemaal happy. Dit zijn sokken van Zacht Z8. Deze legging of broekje die is van Name It. Deze top is van Liefies. Dat is een shop die ik heb leren kennen op Insta. Nee, ik zeg het verkeerd. Bij de We Are Pregnant beurs kwam ik ze als eerste tegen. En toen ben ik ze gaan volgen op Insta. En dit is een turban van... Het is te lief bij Maartje. Ook dit is een shop die ik al ken sinds Janai. Toen had zij heel veel turbans voor haar gemaakt. En deze heb ik dus ook van haar cadeau gekregen voor Nigeli. Dus dit is haar outfit voor vandaag. Een bob.com paspoort. Ja, dit is. Nice. Zo, het is vandaag zaterdag. En mijn moeder die is net weg. Een aantal vlogs geleden, toen ik vertelde dat Janai hier was achtergebleven toen en ik ben gewoon weer weggereden. Toen had ik laten zien hoe erg
vol mijn huis was met allemaal dozen en zo. Mijn moeder heeft het, die heeft het vandaag opgehaald. Dus mijn huis is weer doosvrij-ish. Want ik heb nog een aantal dingen die nog uitgepakt moeten worden. En waar ik, dat is nou even nog wat het is. Maar het ziet in ieder geval weer... ik kan gewoon weer een woonkamer, heb ik weer. Dus daar ben ik echt blij om. En een gang, die stond ook vol. Ik ga vandaag met Nigeli eventjes naar de stad. Want ik ga dit weekend mijn haar losmaken. En dan gaat mijn moeder het in de loop van de week, gaat ze het voor me vlechten. Ik moet dus haar kopen. En ik moet ook nog even langs Kruidvat voor nieuwe pampers. Of luiers. Van die Pure & Soft. Dat is mijn lievelings van hun. Dat is de lijn die ik gebruik. Jelly die zit daar heel erg lonely. aan tafel in haar nieuwe stoeltje. Ik ga heel eventjes wat eten. Ik weet alleen niet zo goed wat. Ik wil wat eten. Dat moet ik eigenlijk gewoon zeggen. Dus ik wil wat eten, maar ik weet alleen niet zo goed wat. Maar dat zal ik zo meteen wel zien. En ik ben wel echt zo iemand, als ik dan niet iets kan bedenken wat ik wil eten, ja, dan skip ik heel het eten. En zo kom ik dan in de loop van de dag met hoofdpijn of dat ik me ineens slap begin te voelen. Dat ik echt denk, what is wrong with me? En dan bedenk ik me van, oh wacht even, je hebt nog helemaal niets gegeten. En nu ben ik daar al een beetje, weet je toch, ik ga mezelf daar steeds meer, ben ik daar steeds bewuster van. Dus dan wil ik wel ook echt daadwerkelijk wat eten als ik heb bedacht, ik wil wat eten. Oh, are you okay? Anyway, wat ik nu ga doen is dat ik dan eventjes aan de slag ga, ons klaarmaken. Het is nu al 10 uur, dus ja, komt helemaal goed. Zo, we zijn nu bij mijn moeder. En ik ga mijn haar losmaken. Het ging niet helemaal vlekkeloos. Ik ben nu bij mijn moeder, ik ga mijn haar losmaken. Ik ga wassen, moeder gaat me even helpen en zo. De kinderen worden zo meteen door hun vader thuisgebracht. Ik moet even wat duidelijker praten, want anders verstaan jullie mij niet. Ik heb een aantal vlogs teruggekeken en toen dacht ik echt van, ik zal me echt ergeren als iemand vlogt en diegene praat niet duidelijk. Dus, check, you really need to speak up. Nee, dat is niet de woord, niet de uitdrukking wat het is in het Engels. Anyway, ik heb echt een hele leuke outfit aan. I'm feeling myself. Dus ik ga zo meteen in de spiegel, ga ik het even laten zien. Ik ga eerst naar binnen, even de spullen binnen zetten. Nigeli ook, want ik heb haar gewoon zomaar hier gelaten potty. Zie je die beentjes? Ik ga stuk. Nee, ze is nu aan het slapen. Ze vindt het in de auto zitten niet echt heel erg fijn. Dus iedere keer ben ik dan weer bezig met of zo snel mogelijk natuurlijk niet gevaarlijk. Maar gewoon dat je even doorrijdt. Of dat je gewoon echt aan de kant moet gaan. Wat ik ook wel in een andere vlog had gedeeld ook. Waarvan je dan echt denkt van, ik wil gewoon mijn weg kunnen vervolgen. Maar goed, ik ga jullie mijn outfit laten zien. Oké, dit is dus de jeans. Of mijn outfit. En dit is de outfit van Omoda. Haha. Ze hebben nu tot 70% korting. Dus dat is geen reden om niet meer voor jezelf te shoppen. Denk ik dan. Dus ze hebben altijd van, ja, ik wil wel, maar het is allemaal zo duur. En voor je kind koop je het meteen. Dus nu, met korting, doe het. Spoil yourself. Oké, dit moet dan weer niet doen. Maar goed, van de voorkant ziet het er leuk uit. Ik heb gewoon een beetje een hangbillen of zo. Het is niet hangbillen, maar het is zo recht. Ik moet er meer omhoog. En ik mag gewoon nog niet sporten, mensen. Ik moet nog 3 weken wachten. Ik ben net naar Kruidvat geweest. En toen heb ik deze luis weer aangeschaft. Het is namelijk 1 plus 1 gratis. Die actie die geldt op dit moment. En dat is altijd heel erg handig. Dus dan heb ik 2 pakken luiers voor 7 euro. Dus ik heb er even weer een aantal ingeslagen. En Jemai is er ook weer. Het is een beetje verdrietig, hè? Ja. Wat ga je dan eraan doen? Ik ga gewoon even opzetten en ik denk dat ik een beetje ga bewegen. Hoe ga je bewegen dan? Altijd hoe je gaat schudden, maar... Schudden? Ja. Laat maar zien, doe het voor. Met je handen, doe maar. Laat maar zien hoe je het anders zou doen. Zo doe ik het. Maar niet zo hard, maar zacht. Oh, oké. Dat bedoel ik.
Gewoon een beetje zacht. Ja. Dus doe een klein beetje voor dan. Met mijn baby. Nee. Even zonder, want ze is best wel zwaar. Ja, ik weet dat ze zwaar is. Ik heb mezelf ook vast houden. Oh, oké. Okay. Oh ja, en ik heb deze binnendoekjes. Mama! Ik heb een beetje aan. Oké, ik ben al begonnen met het losmaken van mijn haar. Samen met mijn moeder. Zij helpt mij. Ik heb hier nog een klein beetje wit. Mijn haar ook echt gewassen, mensen. Maar dat komt allemaal goed. Ik ben dus bezig. Oké, ik ben nu net klaar met losmaken. Maar het is nu 10:30. Oh nee, wow. Oh, het is 10:00. Ik dacht dat het net al 10:00 was geweest. Janai die slaapt hier op de bank. En Jady die slaapt daar. Elijah die is ook nog, die is gewoon klaar wakker. Maar we gaan nu wel naar boven. Morgen wassen. Dat gaan we morgen maar doen. Nou, het is nu zondag. Ik heb mijn haar al gewassen. En het is ook al uitgefeund, zoals je ziet. Mijn moeder gaat het nu even snel vlechten. Want het is een beetje ook too much. Ook met die 3 kids hier. Dus we gaan het even snel doen. En dan morgen of... Nee, ik zeg het verkeerd. In de loop van de week in ieder geval gaat mijn moeder mijn haar goed vlechten. Maar dat ik nu in ieder geval al wel een aantal stappen heb gedaan. Ik kan het nu niet in één keer meer doen, want Jay die gaat niet halen. Dus ze wil natuurlijk ook vaak de borst. En dan moeten we er steeds uit. En dan weer dit en dan weer zus en zo. Dus we hebben het gewoon eventjes pap, in stukjes gehakt. Ook prima. Kijk uit! Maar goed, dat is. We gaan nu beginnen. Hoe was het haar? Het haar. Waar is het haar? Nee. Ik weet ook niet waar het haar is. Oh, wacht, ik ga het even pakken. Oké, ik heb het haar gevonden. Het zat nog in de auto. En dit is gewoon expression hair. Dus het is echt... mijn moeder gaat gewoon in. Cornrows, kikikba. Zoals ze de naam zou gewoon zeggen. Voor mijn vlechten. En dan in de loop van de week gaat ze het opnieuw doen. Oké, mijn moeder die is bezig met mijn haar. En kijk hier, ze heeft gepoept. Oh my, je ziet gewoon echt precies. Kijk de hoofd. Ja, ik ga je nu verschonen. Dus, nu eens eventjes stoppen. Kijk, en dan bedoel ik dus, we kunnen niet in één keer alles doen. Want ja, dan krijgen we dit. Oké, mijn moeder is mijn haar aan het vlechten en tegelijkertijd maak ik Elijtje zijn haar los, zodat zij zijn haar zo meteen weer kan vlechten. Dus dan doen we 2 vliegen in 1 klap. Hembol. En ik ben nu klaar. Heel even snel gedaan. Even kijken hoor. Het blijft zeg maar een paar dagen. Maar dan kan ik in ieder geval mijn dingen, hoef ik niet. Eerst mijn haar ook nog te verzorgen en dan ook nog 3 kids. Want dat wordt een beetje too much. Dus we hebben het even zo gedaan. Mama, en dan over een paar dagen dan... Ja, liefje. Mag ik een kusje geven? Oké. Oh, zo lief. Dankjewel. Dan over een paar dagen ga ik het gewoon weer even losse vlechten. Twist doet mijn moeder eigenlijk. En ik moet alleen nog wel het haar daarvoor kopen. Maar dat doe ik morgen. Dan moet ik toch in de stad zijn, of in Utrecht in ieder geval. Zo. Nu gaan we naar huis. Het is verschrikkelijk slecht weer. Ik zat net al te klagen dat we echt in dit... Oké, mijn auto staat wel voor de deur. Au. Even wachten, waar staat mijn auto? Daar is mijn auto. Alleen moet ik er wel naartoe. Het is echt heel dichtbij, maar ik heb natuurlijk ook nog mijn Jaylee. En zo. Dus ik ga eerst de spullen in de auto zetten. Ik in de auto moest zetten. En doe ik haar als laatste. En dan lekker naar huis. Ik heb echt nog best wel een aantal dingen te doen. Kleren vouwen. Kleren wassen. Gelukkig was ik al wel begonnen. Dus dan hoef ik het alleen nog eventjes af te maken. En dan is dat ook weer gedaan. Dus dat zal ik nu gaan doen. Vind je mijn schoenen raar? Waarom? Oh, nee. Nou, ik heb wel mooiere schoenen gezien, ja. En wat doet dit op de grond? Kijk uit, want je had dat zo mooi gemaakt. Oh ja. Neem het mee.
waarom is het gek? Ja, vind je het gek als je het op de grond legt? Daar gaan mensen erop staan. Het is niet slim. Kijk, daar is er ook nog eentje. Hier. Ja? Voorzichtig mee omgaan, goed? Ja. Zo, Eli, ze is nu ook klaar. Fresh, Eli. Ja. Zo, het is vandaag... maandag. Het is vandaag maandag en je zit in de back. Twee meisjes zitten. Mijn nichtje is namelijk bij ons komen spelen. Hallo, zegt ze. Ze groet netjes. Nou, Jadie die ligt hier in haar babynestje. Ik ben echt al de hele ochtend druk. Ik heb al... Het is nu net middag. Iets over 12. En ik heb al... 3 wasjes gedaan. Dus de 4 zit er nu in. Ik ben aan het Nayeli haar kledingkast aan het uitzoeken. Ik had de camera's geven, sorry. Ik ben Nayeli haar kledingkast aan het uitzoeken. Ondertussen dan ook nog nu 4 kids waar je mee bezig bent. Maar het gaat eigenlijk echt heel erg goed en soepeltjes. Mijn nichtje en Janai die zijn gewoon lekker bezig. Echt meiden onderling. Elijah die is boven op de iPad in zijn slaapkamer. Met Jelly die slaapt nu en dan zo heb ik dan toch een beetje de tijd om rustig alles te doen. Ja, we gaan vanavond uit eten met de familie. Dus ik wil het ook gewoon lekker, echt even lekker allemaal gedaan hebben. Want ja, dan heb je natuurlijk ook weer een aantal uur minder. En... ik merk dit eigenlijk iedere keer weer als ik een newborn heb. Dan, je moet, ja, dat is logisch. Je moet gewoon echt je draai vinden. Dus je probeert echt een beetje schema's te maken. Wat niet altijd handig is. Want je hebt natuurlijk ook gewoon een baby waar je aan moet houden. Maar ik heb het dan over schema's qua huishouden. Dus je echt bepaalde dingen gewoon op een bepaald tijdstip gedaan wil hebben. Want dan weet je, dan is het gedaan. En als je dan alles wat later komt. Of weet toch hoe de dag later verloopt. Ja, dan is dat wat het is. Misschien ratel ik nu heel erg. Maar in mijn hoofd klinkt het gewoon heel logisch. Dat je gewoon echt... Oké, voor 12 uur wil ik dit gedaan hebben. Voor zo'n uur wil ik dat gedaan hebben. Zodat je dan in ieder geval weet, het is gedaan voor de dag. En dan kunnen we gewoon verder. Oh, de kleine meid. Ja, dus dat. Ik heb deze kleding al uit haar kast gehaald. Want dit is maatje 50 en dat past ze niet meer. Ik had bij Zeeman... had ik pakjes gekocht. Deze 2... Kijk hoor, zo. En dit had ik van Vibra. Vond ik wel leuke, fijne shirtjes. Deze. En deze rompers. Ik vind rompers van Hema en Vibra hele fijne stofjes hebben. Dat is ook leuk. En deze. Even kijken hoor. Neem ik jullie even mee. Janai. Dit hoort. Nou ja, whatever. Maar ja, ik zet even los. Dicht. Die ga ik dan hier in de goed. Ik heb alles weer weggehaald. Je ziet nog wel heel veel met kaartjes. Dat zijn echt nog de grotere maatjes. Maar dit is dan zijn kleine rompers, 56 rompers, korte mouw. Lange mouw, 56. Dit zijn 56, of 62, 68 rompertjes, korte mouw. En dit is lange mouw. Dus we moeten hierin. En ik heb badjouw, excuus. Ik ben de hele tijd in de weer, maar die kinderen ook. Ze zijn nu buiten aan het spelen. Ga ze laten zien. Nee, ze gaan spelen. Daar is Ila. Daar zijn ze. Oh, ze zitten ergens in. Waar zijn die meiden? Daar. Hé, jongens, in de poort blijven. Hier blijven. Hallo. Oh, dit gaat mis. Oké, de meiden zijn... Iedereen is weer in de tuin, gelukkig. Even kijken hoor. Ik ga dus daar even mee verder. Naar Jaylee, die ligt bij mij in de slaapkamer te slapen. Omdat haar bed helemaal vol zit met kleding. Dus ik ben echt heel erg druk bezig. Ja, ik doe zo meteen eventjes. Zij zijn daar. Dat is een beetje hoe het nu allemaal hier ruilt en zeilt. Ze hebben net wat gegeten. Of dat waren ze net aan het doen, hè? Ja, dat waren ze net aan het doen, ja. Maar net hebben ze gegeten, hebben ze net ook weer een snack gehad. Dat is zo worstjes en komkommer en zo. Dus dat hebben ze net weer gegeten. Ze blijven eten, kinderen. Wauw. En dan ga ik verder met dit. Zometeen wordt ze alweer... Wie is dit? Hallo? Oh, Laia. Wat ga je doen? Ben je niet buiten spelen? Oké, dus wij gaan nu weg. Ben je klaar, pop? Ben je klaar? Vraag me niet. Echt, ik ben echt... Oh my god.
Ik ben echt aan het haasten. We moeten nu echt weg, maar het lukt gewoon niet. Mijn handen zijn droog. Nee, Jaylee helpt. Doe mijn spenen in haar mond. Ik ga me nu snel klaarmaken. Of tenminste schoenen aandoen. De kinderen hebben schoenen aan. Nou, Jaylee doe ik in de autostoel. Dan rij ik en ik ben gewoon 20 minuten later uit huis dan dat ik wilde. Maar dat betekent niet dat ik te laat ben. Want ik had dat ingecalculeerd. Alleen, nu ben ik, kom ik precies aan. Dus ik moet nu echt opschieten. Oh my god, dit is echt verschrikkelijk. Maar I got this. Oké, we hebben een Jaylee. De Eli. En we hebben Janai. Die is niet in haar hum, mensen. Maar we are getting there. We gaan nu lekker naar de auto. En we gaan weg. Nou, we zijn er. Mama, ik zit even achter je. Wauw, wat gezellig. Naja is hier aan het dansen. Janai, wat heb je een mooie outfit aan? Hey jongetje, hoe gaat het, papi? Gaat het goed? Oké. Wat zeg je, sorry? Je hebt goed van deze groene gekozen. Oh, nou, wat fijn om te horen. Bedankt voor het compliment. Het is vandaag dinsdag. Het is de derde week van de vakantie. Of is het de vierde week? Het is de vierde volgens mij. Nee, het is de vierde. Want de zesde zouden we weer naar school moeten. Het is de vierde week van de vakantie. Even kijken. We gaan zometeen even naar de auto. Janai gaat mij helpen. Want wij gaan de achterbak leeghalen. Die moeten we, er zitten aanspullen in. Die moeten eruit. Want ik ga zometeen een box kopen via Marktplaats. Die ik via Marktplaats heb gezien. Dus die ga ik zometeen halen met de kids. Maar dan kan het gewoon makkelijk in de achterbak. En dan zijn we er klaar mee. Heeft zij haar eigen plekje. Dus ik ga het zometeen even schoonmaken. Alles als ik hem heb gehaald. En dan in elkaar zetten. Ja, dat gaan we dus nu doen. Janai, of Eli, die is... Wat is Eli eigenlijk aan het doen? Ja, hij is op zijn iPad. Hij is op zijn iPad. Hij is aan het gamen. Het is nog ochtend. Dus we gaan vanaf 12 uur mogen ze voor mij de tuin in. Anders is het echt luid. Ik weet niet of dat een... Ja, ik weet niet. Ja, niet dat ik me schaam of zo. Maar ik vind het soms wel een beetje vervelend dat ze zo luid zijn. Want ze verstoren gewoon de rust. Van de buren. Je praat door mij heen. Maar wat is het leuk om buiten te doen? Om een lekker bierhuisje buiten te eten. En om te zitten in het zwembad. Dat ziet er best wel leuk uit. Ja, hoe zou dat eruit zien dan? Ja, dat we gewoon een zwembad pakken met water. En dat we gewoon buiten in de tuin gaan zitten met een bierhuisje. En met een smoothie. Hoe lijkt je dat? Ja, dat is best wel leuk, ja. Oh, oké. Okay. Ze had eventjes een... Leuk iets geschetst. Nou goed, in ieder geval, ik ga nu even naar buiten. Ik neem de Jaylee natuurlijk mee in de kinderwagen. Zet ze gewoon lekker in de auto, naast de auto, als wij toch bezig zijn. Dus dat, lekker druk weer. Zo, ik heb de box net opgehaald en hij past echt precies erin. Heel fijn met zo'n grote auto. Dus ik heb daar helemaal niks meer. Niet, was niet passen en meten en zo. Dus er was een hele lieve vrouw ook, die heeft mij gewoon geholpen. Wij gaan nu naar huis en dan ga je mij helpen schoonmaken en in elkaar zetten, toch? Ja, en dan ook nog wat eten. Wat wil je eten? Je hebt net een broodje op. Ja. Jongens, blijven eten, hè? Ja. Niet te doen. Je hebt net gegeten voordat ze de deur uitgingen. Ja, wat. Oh. Enige was het broodje. Ja, maar... En ik ben eerst op het broodspel. Je bent eerst... Wauw. Hoe ging jij van broodje naar een spel? Hoe ging dit? Hoe ging dit in jouw hoofd? Ja. Het is vandaag maandag, of nee, het is vandaag woensdag. En ik, koeien, ja. Wat zei je? Ik zie koeien. Oh, ze zei koelen. Maar ik ben vandaag woensdag en ik ben gewoon kapot en ik heb honger en ik heb heel veel gedaan. Dus ik ga even snel met Toetje naar de supermarkt. Mijn moeder is thuis met Nigeli en met Eli. En sorry hoor mensen, ik ben gewoon echt een beetje kapot. Dus wat ik nu ga doen, is dat ik gewoon even, dus met Toetje, alleen met Toetje weg, hè? Ja, mama, kijk die twee koelen achter. Wat zijn het? Kijk die twee koelen achter. Kijk even naar de camera, wat zie je precies? Kijk die, daar. Twee koe? Ja, die koe met wit en zwart, die helemaal wit, bijna, die helemaal zwart bijna zijn en bijna, bijna niet meer wit. Oh, en dat heet een? Dat heet koeien. Oh, koeien. Ja, koeien. Koeien. Ja, koeien.
een stoetje. Zo, ik zit hier te strompelen. Met een volle boodschappentas. Oeh, maar I made it.